Nou, de vlag gaat omhoog. En die gaat nu definitief naar beneden. Dat betekent startgeval is hier voor de vierde koers. Op de Waan van Emmeloord naar nodig oponthoud. Gaan deze acht deelnemers strijden om de leiding. Dat is aan de binnenzijde Maestro DF. En aan de buitenzijde van de nummer 4 Odilia Meersvel. Goed vertrokken, de nummer 6 Nikita Greenwood. Dan een lengte of 3-4 erachter Corato Heot. Dan zien we daarbij liggen Murray Hall. Met aan de buitenzijde van de nummer 9 Next Wiss. Galopade zien we daar van de nummer 1. Andere deelnemers kunnen er allemaal omheen. Verzorgen verder geen problemen. Uitgeschakeld, één nummer 1 galop. Er is nog steeds een strijd om de leiding. Lotte wil graag de kop overgeven aan de nummer 4, Odilia Meersvel. Het lukt nu ook, Odilia Meersvel. Maar buitenom komt alweer naar voren toe. Next Wiss, nummer 9. Met Hiltje Tjalsma, die gaat proberen weer de kop over te nemen van Odilia Meersvel. Maar ja, Niek heeft veel strijd moeten leveren om die kop. Die geeft hem niet 1, 2, 3 weer terug. Aan daar buitenzijde lopen de nummer 9, Next Wiss. Deze twee paarden lopen een lengte nog 5, 6 weg bij de nummer 2, Maestro DF. Dan volgt Nikita Greenwood. Daarachter op een lengte Murray Hall, Mozart Boko. En ook daar nog bij Lisboa Renka. Twee deelnemers hebben de strijd geleverd om de koppositie. En dat is in dit geval gelukt voor de nummer 9, Next Wiss. Next Wiss neemt de leiding over weer van Odilia Meersvel. Lengte nog 4, komt naar voren toe Murray Hall. Dan aan de binnenzijde van de nummer 2 nog Maestro DF. Nikita Greenwood volgt rustig mee aan de binnenzijde. Dan aan de buitenzijde van Mozart Boko. En Lisboa Renka sluit de rij. Het veld schuift nu naar elkaar toe. De verschillen zijn weggewerkt. De twee kopparen hebben zijn nu wat trein gaat goedmaken. Binnenzijde zit daarvan nog de nummer 2, Maestro Diaf. Maar Next Wiss, halfweg aan de overzijde de leiding. Op de lengte daarachter, makkelijk zit het nog Odilia Meerswel. Buitenzijde, goedlopende Murray Hall. Dan schuift binnendoor op Maestro DF, Nikita Greenwood. Dan nog Mozart Boko en Lisboa Renke. Alles dicht bij elkaar gaan we de laatste bocht in. Next Wiss nog steeds hier lengtevoordeel. Odilia Meersvel, Murray Hall, Driedek probeert nu het terrein goed te maken. Is dat daar de nummer 7, Mozart Boko. Bocht uitkomend, alles nog heel dicht bij elkaar. Nog niks te kiezen in deze draverij. Met zo'n 200 meter nog af te leggen. Is nog steeds Next Wiss. Mary Hall maakt een galopade. Next Wiss. Odilia Meerswel. Nikita Greenwood maakt ook een galopade. Daardoor wordt het allemaal wat overzichtelijker. Ook Odilia Meerswel springt daar nu weg. Daardoor is het hier gewoon Next Wiss die weet te winnen. Next Wiss. Het is hier de 9 voor waarschijnlijk de 7 voor de 2. En dan nog de nummer 10. Maar op die tweede plaats was het zeer close. Tussen de nummers 2 en 7. Maar soeverein, Next Wiss met Hiltje Tjalsma. Nou, blijft zeer spannend om die tweede plaats tussen de nummers 2 en 7. De rechter van aankomst gaat de fotofinish bekijken. Maar voorlopig, zekere winnaar, voorlopig de nummer 9, Next Wiss. Ja, we staan hier voorlopig bij de voorlopige winnaars van deze koers. De foto's worden weer gemaakt hier natuurlijk. Vaste prik. Weer een grote vertegenwoordiging van stal PD. Die hebben weer een uitbetaald dag in deze Next Wiss. Bij de sponsoren Vaandrager en Bernhard Rozen. En die staat daar ook met een mooi boeket rozen. Is de winnaar officieel, Leonburg? De winnaar is officieel verklaard hier door de rechter van aankomst en de foto's worden gemaakt en de felicitaties hier en daarbij ook de trainer Bas Krebas. PD, hè? Ja, PD. Grote vertegenwoordiging. Dankjewel. We hebben altijd een reunie volgens mij altijd. Ja, nee, dat is het niet, maar het is... Ja, fantastisch weer. En, ik weet niet wat het is, maar geweldig. Het paard was super. Ja, je moest natuurlijk veel doen om de kop te krijgen. Ja, dan op een gegeven moment kies je wel of niet. Ik denk, ja, ik rijd toch door. Proberen.
En ze laten jou gewoon gaan. En op het laatst dan zijn ze allemaal zo vriendelijk en dan springen ze allemaal. Want nee. Dat komt door jou, denk ik, Hiltje. Ja, waarschijnlijk dat ze misschien dat zou kunnen. Maar nee, maar het is. Ik moet zeggen, het paard was super. Hele goede vorm. Ja. Maar jij bent ook in vorm? Mijn vorm is ook goed, ja. En ik bedoel, met een goed paard, wie in vorm is, is het makkelijk rijden. Maar je dacht al dat je ging winnen ook, hè? Volgens mij de rest had niet zoveel meer over. Ik denk van het is al een heel stuk de laatste bocht uit, maar hij zet super door. Nee, ging perfect. Nou, super gedaan. Afgelopen week al in Duitsland, al in Berlijn al. Zegevierend al. En hier, ja, ik weet niet of hij... Ja, leg maar even neer voordat hij... We hebben al genoeg problemen gehad net. Ja, dames en heren, vaste winnares lijkt het te zijn op de baan van Emmeloord. Ze rijdt niet voor niks met die gouden helm rond. Betekent al jarenlang kampioen is bij de amatrices. En ook dit jaar nog Europees kampioen ook nog geworden bij de amatrices. En geef haar een warm welkom met een warm applaus. Hiltje Tjalsma winnen hier met Next Wis voor stal PD.